Bij de Masterclass Business Finance zorgt MBA voor de wetenschap en Yacht zorgt voor de praktijk. En dat is het unieke aan deze masterclasses. De MBA en Yacht hebben een gezamenlijke visie op de toekomst van finance. En deze vertalen we weer naar relevante thema's voor de finance professional. De ontwikkeling van process mining is dat we het veel meer real-time gaan toepassen. Daarnaast kan je het combineren met robotics, real-time en analytics, advanced analytics. En door het allemaal te combineren krijg je nog betere inzichten, zodat je de organisatie nog beter kunt helpen. Process mining is een interessante technologie voor financials, omdat de financiële dienstverlening, dat je er eigenlijk twee dingen ziet. Je ziet dat de marges klein zijn, dus je moet goed weten waar eigenlijk je processen kunt verbeteren. En daarnaast is het zo dat er heel veel toezicht wordt gehouden, dus je moet ook zeker weten dat je processen worden uitgevoerd zoals je dat bedacht hebt. En dat is eigenlijk wat process mining je kan brengen. Je gaat toch nadenken over hoe je dit kunt gaan toepassen. En het is toch een momentje dat je even kan stilzitten en nadenken over wat je eigenlijk allemaal dagelijks in je werk doet. Ik ga rijk naar huis als finance na deze masterclass van Yacht, omdat inzicht heeft gegeven in een interessant onderwerp wat ik kan gebruiken om binnen mijn organisatie processen beter in te richten. En niet alleen beter in te richten, maar ook beter te beheren. Het is belangrijk dat je voorop loopt als finance professional. En via deze masterclass word je geïnspireerd om dat ook te doen. Eén grote tip voor de financials. En dat is om op de hoogte te blijven van wat er eigenlijk gebeurt op het gebied van de technologie. Alle nieuwe technologieën die komen voor de eerste keer langs in de financiële wereld. Dus om daarvan op de hoogte te blijven lijkt me een must.